Affiches kondigden de revue aan, maar het liep anders in KNW. Er brak brand uit. En in weerwil van voortvarend optreden van de Haagse brandweer verspreidde het vuur zich met grote snelheid door het oude en roemruchte gebouw van kunsten en wetenschappen, waar onder andere de concerten van het residentieorkest werden gegeven. Aan het einde van de avond bleek dat er niets meer te redden zou zijn. En daarmee was Den Haag een van de weinige zalen waar deze stad nog over beschikt, ook kwijt. Toen het de volgende morgen licht was geworden, leek het uitgebrande voorgebouw nog wel iets. Maar wie even verder keek, zag hoe hopeloos de toestand was. Het puin van een theater, dat altijd een tempel van illusies is geweest, lijkt nog wel treuriger dan ander puin. KNW was onherstelbaar verwoest, dat was zeker. En de brandweer begon dan ook muren die op instorten stonden om te trekken, om de ruïne ongevaarlijk te maken. Pathetisch bleef het bordje staan dat het uur van afloop van de voorstelling aangaf. De laatste voorstelling was een enorme brand. Den Haag is een prachtig stuk traditie armer.